deze put gegraven zou moeten worden om de watervoorziening veilig te stellen ten tijde van belegering. Dit is de kapel van de Madonna de San Brizio. Sint Brizio was een bisschop in Spoleto en Foligno. Hij evangeliseerde de hele bevolking van Foligno. Vandaar dat hij wel. Denk ik dat het mooie weer met ons meegegaan is en dat we hier nu allemaal zo blakend kunnen zitten zonder ongelukken, zonder nou, alles wat er had kunnen gebeuren en wat we gelukkig niet hebben meegemaakt. Zit een zakje en het onvermijdelijke is gebeurd, een zakje rucola. Het zakje rucola hebben jullie nodig voor als je misschien toch nog eens op pad gaat of oorlogspad gaat, dan weet je in ieder geval wat je mee moet nemen. Je kunt het thuis zaaien in een bakje, je kunt het zaaien in de tuin en het groeit snel en je kunt er heel snel van oogsten. Dus dan kunnen jullie de hele zomer genieten van Italië. En maak het makkelijk. Het is makkelijk als je je vork zo blijft houden en niet loslaat van je bord. Zie je? Het is net of ze niks eten hebben. De gids. Shanna de beste. En Shanna is het mooiste. De gids de saaiste. De groep. Allemaal op tijd. Leuk, gezellig en aardig. Wat een supergroep. Greet. Charmant persoontje. Leest ons allemaal de les. Ga jij zo maar door. Minus, onze kapitein. Leidt ons en houdt ons op koers. Geweldige vent. Oh. Ja! Derde woord. Lieve mensen, van tevoren heb ik altijd gedacht: een reis naar Italië wordt pasta, pasta en pasta. Ja, en ik ben niet zo'n pasta-liefhebber. Maar als ik nou weer zie hoe een aantal mensen zich te goed doen aan patatten en koolvlees, dan is dat toch helemaal riant. En
alle maaltijden die we hebben gedaan waren riant, moet ik zeggen. Dat is helemaal geweldig. Vanavond mag ik jullie even, eindigt onze Italië-reis. Greet zei het al. Het is de laatste avond, ons laatste diner. Jammer. Maar ja, aan alle goede dingen komt een eind. En ik kan dat niet zo doen als Nada deed, die daar op Japanse wijze ons toedichtte. En ik ben eigenlijk geen goede dichter, een Jasje de Klaasdichter, maar dat houdt het ook al op. Maar ik wil van deze avond toch gebruik maken om iedereen, de hele groep, te bedanken. Allereerst voor de gezelligheid, de kameraadschap en de hulp die mijn invalide persoontje nog steeds weer werd aangeboden. En even een fietsje tillen, even een schouder, gewoon geweldig. Een fijne groep. Winners, die met name de organisatorische kant is, de timing, de route. En het knappe is, een organisatie loopt goed als de deelnemers niet merken dat er het loopt. Het gaat gewoon. En het ging gewoon. Er werd nooit over gesproken. Wij hebben toevallig, voordat we naar Rome gingen, stonden we met de caravan naast Wieners. En ik denk dat het nog geen half uur voor de routebespreking was, of Wieners heel druk aan het praten was, aan het bellen was, met de camping in Rome, met de busmaatschappij, met de gidsen, om te kijken of iedereen wel wist dat wij eraan kwamen en wat er gedaan moest worden en hoe er gereserveerd. Kijken of alles loopt. En dan, als het loopt, is het voor de deelnemers automatisch goed. Nou, perfect. En dat gebeurde weer. De grote complimenten aan Greet. Knap, zoals jij ons op onze eerste vrije dag bij het Gardermeer ons door Verona rijden. Gidsen, want die was een goede gids daar. Je hebt nog niet zo'n parapluutje bij de hand. Maar we volgden jouw trouw en je vertelde geweldig interessant. Ook in Venetië liep het allemaal geweldig. En ik zal het niet officieel hebben, het is mijn strengste verbod. In ieder geval, Greet en Winners, geweldig bedankt voor deze enorm goed geleide reis. Italië, bedankt. En ik wil graag mijn buurvrouw eventjes uitnodigen om hier nou te komen gestaan. Dankjewel. Hier staat het. Niet al. Een klein een babymarkt is dit. Leuk. Doe eens andersom. Ik wens je even voor een engel die ze jullie zou bewaren. Grote en kleine gevaren. Italië-reis 2010. Dankjewel. Kijk, wat een schatje. Wat een schatje. Die gaat zeker met ons mee. Die komt in de caravan. En te hangen. Ellie hem gemaakt? Ja. Van Ellie. Ja. Oh, mooi hoor. Kijk eens wat een schatje. Zullen de papiertjes niet? We zullen de papiertjes zeker niet verliezen. Heel en een strikje. Niet verliezen. En toevallig zaten Willemien en ik dus tegelijk een vogeltje te vouwen. Ja. Dus daarom hangt hij hier ook aan. Heel hartelijk dank. En meisjes. Geweldig. Dat kan ook. Oh, hartelijk dank voor de goede woorden. In onze eindpreek zullen we erop terugkomen. Hartelijk dank. En dan staan jullie namen allemaal. Dankjewel. Wij zullen hem ook nooit vergeten. Ik vond het een geweldig. Misschien kun je ze dan wel voor huur. Zonder. Vind je het een mooie kaart? Ja. Ik vind het een hele mooie kaart. Ja, je hebt een zelfkaart. Ja. Je moest kiezen. Niet zomaar een vers. Ik kan niks doen, ik moet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keer 2 is 20 coupletten. Oh! Het is nu. Nou, nee. Oh, je vader, vader.
dat we dus al jarenlang zingen. Waarvan ik nog nooit een tekst ken. Maar jij staat alleen in de hoogte. Little drop of dew of day, like a dew of fall. I believe that you must have been a star. When the day is gone, on the grass you lie. Tell me then at night, are you in the sky? De wereld schiep hij de mens van de tijd. Monsieur, voorzitter, mijn moeder en Jezus en Dumont. Prenez dans mes blondes pour vivre le club content. Mais dans les blondes, je trop profonde. Mais dans les blondes, je n'aime pas, je n'aime pas. Mais dans les blondes, je suis trop profonde. Mais dans les blondes, je n'aime pas. Monsieur, voorzitter, je nomme ayez du sentiment. Prenez une dame brune pour vivre plus content. Mais dans les grunes, sont communes. Excepté une, et c'est ma femme. Slapen zolang hij las in bras. En hij viel er zo verre hoe mooi het leven was. Je hoeft er niet te toppen hier op deze aard. Je hoeft er niet te toppen, het is de gulden waard. Het is de gulden waard. Hij had daar zo te dromen al in de middagzon. En hij dacht dat het staat toe voor een voorjaarsnapon. De vogels in de bomen zongen tevreden. En ziet daar stapt de Eva, luchtig uit en twee, luchtig uit en twee. Ze vlijt zich naar beneden, al in het groene gras. En Adam dacht dat leven nog eens zo heerlijk was. Maar de roet werd opgevlogen, zomend en bijt. Die zacht op Eva's lipjes, doe wat honing mij, doe wat honing mij. En Adam wel dat snapje, piek en nieuwsgierig raar. En dacht wel, porfendiggy, wat doet dat beestje daar? Maar na een ogenblikje valte hij moed. Maar toen was hij verloren, wat smaakt honingzoet? Wat smaakt honingzoet? Zo is het grijs verleden, de zoen voor het eerst ontdekt. Het geval is naar de waarheid gestadig uitgelekt. En het is wel heel merkwaardig, hoe jong en oud. Hoe heel de lieve wereld zo van honing houdt, zo van honing houdt. Het woord is aan Greet en aan mij. Ja. Dinsdag 4 mei kwamen wij aan in La Cise. Als eerste kwamen Willemien en Gerl en niet lang daarna Ella en Kees. De dagen daarna kwamen er steeds meer en als laatste gebruikelijk, ja. Marja en Henny. Gelukkig hebben ook deze rally nauwelijks autopech gehad en ook ernstige ziektegevallen zijn ons bespaard geworden. Dat is altijd goed, dat is het. Ja. Het was voor jullie allemaal een inspannende reis. Maar we hebben daardoor ook de gelegenheid om heel veel moois te bekijken. Als groep waren jullie heel bijzonder. En dat zeg ik echt vanuit heel erg oprecht. Maar er zijn er niet veel, als die er al zijn, die kunnen zeggen dat er niemand ook maar één keer voor de afgesproken tijd is binnengekomen. Dat is werkelijk bijzonder. Helaas reiken we dan ook dit jaar geen Zoef te Haast. Ja. Kortom. We wensen jullie allemaal een goede en veilige terugreis. En hopen jullie op de reunie begin november in Arnhem zeker weer te ontmoeten. De reuniedagen zijn in de week van zondag 31 oktober. Ja. En welke dag dat exact is niet bekend. Het schijnt dus dat ik het allerlaatste woord heb. Zo wordt het ook. Ik ken mijn plaats. En ik sluit helemaal bij de vorige spreker aan. Ik wil jullie ook allemaal nog een keer heel erg bedanken. Het hart is voor de bereidwilligheid om iedere keer maar weer die vragen van mij te beantwoorden.
heel bijzonder is ook dat jullie altijd allemaal op tijd waren. En dat er zo goed is gezocht naar Marcus Leeuw. En iedere keer kwam iemand weer vertellen, ik heb hem gevonden en ik heb hem op de foto gezet. Gisteren. Vandaag hebben we hem voor het laatst gezien en hebben we afscheid van hem genomen in Orvieto. En Kees heeft hem speciaal nog even helemaal ingezoomd, want we op de film ook wel een keer voor het laatst kunnen zien. Dankjewel allemaal voor deze prachtige dingen. En naar huis en tot ziens. Bedankt. Iedereen gewoon langs ons en de eerste die langs ons is, gaat ernaast staan. Die gaat er weer naast staan. En dan klaar op den duur heeft iedereen dat gezegd. En hoef je dat morgenochtend niet meer te doen. Mag wel klaar. Begrijp je wat ik bedoel? Ik denk dat het goed is.